Oké. Nou, mijn naam is Patricia Marteris en ik kom uit Zwijndrecht. Mijn achtergrond is, ik ben voorheen altijd leerkracht geweest in het basisonderwijs. En na 13 jaar ben ik daarmee gestopt, omdat ik meer tijd wilde hebben voor mijn gezin en meer vrijheid in mijn werk. Nou, omdat ik juist meer balans zocht en meer ruimte en vrijheid, ben ik bij een seminar terechtgekomen hoe ik succesvol kon zijn buiten het onderwijs. Toen leerde ik het beroep VA kennen. En dat leek mij wel wat. En ineens kwam Danielle op mijn pad. Ik heb een intake gehad met Danielle. En dat was zo... Ik kwam zo vol energie dat ik dacht van ja, dit kan ik. Dit moet ik gaan doen. Deze weg moet ik gaan volgen. En ja, door mijn privé leven heeft geholpen om mij die kans te kunnen bieden. En zo ben ik op de opleiding terechtgekomen. Danielle is... luistert heel erg goed en kan jou echt heel gericht helpen op de vragen die je hebt. Daarbij het gevoel geven dat je het ook echt kan. Ze zal ook zeggen als het niet, als ze denkt van nou, misschien moet je daaraan werken. Dus ze is daar ook heel kritisch in, zodat je naar jezelf leert kijken. En dat vind ik zo prettig, want je krijgt er gewoon een heel goed gevoel bij dat je het ook waard bent om ondernemer te kunnen worden. Nou, zij heeft me heel erg geholpen met het bedenken van mijn marketingboodschap, waar ik heel erg tegenaan liep. Zij kon mij heel krachtig door vragen te stellen, door te helpen om die goed op papier te krijgen, waardoor ik ook nu meer zekerheid heb als ik met ondernemers spreek om mij te kunnen presenteren zonder mijzelf te verkopen. Nou, ik zou eigenlijk gewoon willen zeggen van als jij een moeder bent die gewoon heel erg graag... een eigen onderneming zou willen hebben, balans wil hebben in thuis, werk en ook nog veel plezier in hetgene wat je doet, dan zou ik de opleiding van Danielle aanraden. Je krijgt kracht, expertise, een super lieve coach, want dat is Danielle ook, maar je krijgt er ook veel vriendinnen voor terug. Want aan deze academy heb ik een aantal buddies overgehouden die ik nog de rest van mijn leven bij me zou willen.